Ja, we hebben de beslissing genomen in de Raad van Bestuur voor volgend jaar niet meer te starten in Tweede Nationale. De Basketbalbond komt haar afspraken niet na, is niet consequent bij degradatie en promotie. En de bond laat tweede klasse gewoon links liggen, zeggen ze bij Sint-Jan. En dus trekt de club daar zijn conclusies uit. Wat zeggen de andere tweede klassers? God, wat zeggen die? Ik kan u inmiddels laten zien, maar dat heeft geen zin. Men steunt ons daarin. We hebben vergadering gehad met een aantal tweede klassers. Men kan hier echt niet meer lachen. Niemand lacht daarmee. Men vraagt, een competitie moet duidelijk zijn, ook voor de supporter. De supporter weet gewoon niet meer waar hij weer af. Het bestuur weet volgend jaar niet meer af. Men kan nu na de competitie nog altijd het reglement wijzigen van dit jaar. Dus er is niemand weet nog waar hij weer af in Tweede Nationaal. Dus daar doen we niet aan mee. Dat kost zeer veel geld. Ik denk 20.000 euro per jaar om te mogen deelnemen in Tweede Nationale. Het heeft geen zin. Dus stopt het hier voor jullie? In Tweede Nationale wel, ja. De jeugdploegen van Sint-Jan doen wel gewoon voort. En dus bouwt de club niet af, integendeel. Want Sint-Jan heeft nog grootse plannen. Er zijn heel veel sponsors die ons nu al benaderd hebben, die het gehoord hebben, nu dat we naar buiten zijn gekomen, die zeggen waarom niet verder gaan. Dus we overwegen echt door de steun dat we krijgen op dit ogenblik om mogelijk een dossier in te dienen als seizoen 14-15 voor Eerste Nationaal. Dat is een grote stap meteen. Oké, maar dat is een opportuniteit zijn eigen voortdoen waar niet. Dit seizoen doet Sint-Jan nog volop mee voor de titel in tweede klasse.